Suzanne Voorhups, je kan weer een beetje lachen. Je hebt zilver winnen en je hebt goud verliezen. Ik denk dat deze vandaag meer voelde als goud verliezen. Ja, dat heb je goed gezien. Ik had hier wel echt maar één doel vandaag en dat was winnen. En dat is niet gelukt helaas. Dus het is zilver geworden en daar zal ik het mee moeten doen dit jaar. Ja, heel jammer. Het was een spannende eindsprint. Hoe had je uiteindelijk je wedstrijd, hoe was je hem ingegaan? Ja, nou, zoals ik al zei, het was echt het plan om te winnen. En ik liep erg gecontroleerd de eerste 600. Ik zat goed aan de buitenkant, aan de voorkant buitenkant zoals we hadden afgesproken. En de laatste bocht ging ik als eerste in en ik zette mijn eindsprint in. Maar op het laatste rechte stuk wou ik nog een keer aanzetten en toen verkrampte ik. Ja. En ik ging een stukje naar buiten en toen wist Britt haar kans te grijpen en me aan de binnenkant in te halen. Dus dat heeft ze heel goed gedaan. En ik verkrampte, ik kon niks meer doen en ik zag hem uit mijn handen glippen. Ja, heel, heel zuur. Als je nu terugkijkt op de wedstrijd, had je dan achteraf gezien andere keuzes willen maken? Grotendeels sta ik nog steeds wel achter het plan. Ik denk dat het in geen enkel scenario een goed idee was voor mij om de hele wedstrijd de kop te nemen. Dus ik denk dat gewoon goed is gegaan. Ja, wat ik zei, op het laatste rechte stuk had ik geen gaatje moeten laten aan de binnenkant. Maar ja, ik had het idee dat Marissa redelijk dicht aan de buitenkant ook achter me zat. En ja, dan koos ik voor de buitenkant van baan 1. En dat is misschien een stomme keuze geweest. Maar ja, wat ik zei, ik verkrampte. Ik had gewoon nog een laatste kick moeten hebben en die kon ik niet leveren. En dan heb je de controle niet meer. Dus dat is zonde, daar heb ik het op verloren. En ik had echt van tevoren gedacht dat ik mijn eerste titel zou kunnen halen, maar dat werd hem niet. Nee. Ja, we kunnen nu helaas niks meer aan veranderen. Als we vooruitkijken, je hoofd staat er misschien nog niet zo naar, maar heb je andere wedstrijden die je nu na het NK nog wil gaan lopen? Ja, ik heb het plan was, we hebben eerst een blokje wedstrijden gedaan, afgelopen weekend even rust gehad en dit was eigenlijk het eerste weekend van het tweede blok. Zeker tot en met eind juli, misschien begin augustus wilde ik nog wel door met nog wat 800's en ook nog wat uitwijken naar de 4 en de 1500. Maar ik moet dit even laten bezinken en dan ga ik vast wat mooie races neerzetten. Ik denk dat er nog wel snelle tijd in zit. Dankjewel dat je stond. Yes.